welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een 5 minuten zomerlook maken. Dit is de eerste video die ik weer maak na mijn vakantie in Spanje. En ik kwam hier terug in Nederland en het is gewoon full on zomerweer. Het is gewoon 25, 26, 27 graden. Volgens mij is het vandaag 27 graden. Dus het is gewoon full on zomer in dit kleine kikkerlandje. Dus ik dacht, ik ga een makkelijke 5 minuten snelle look maken die ik maak als ik gewoon heel snel de deur uit moet en echt niet veel tijd heb. Ondanks het warme weer ben ik toch altijd wel gewoon van het full glam. Ik gebruik wel altijd een beetje naturel kleurtjes en zo. Maar normaliter maak ik me wel gewoon helemaal op. Maar dit is echt de look die ik maak als ik echt haast heb. Of ik heb gewoon geen zin. Af en toe heb ik gewoon geen zin. En dan wil ik er toch een klein beetje beter uitzien. En dan maak ik deze look. En ik weet dat heel veel van jullie, vooral met dit warme weer, bijna of gewoon geen make-up dragen. Dus dit is echt een ideale look voor al die mensen die daarvan houden. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oh jongens, ik film mijn video's op zolder. En het is hier echt rete warm. Oh my god. Oké, ik heb helemaal niks op mijn gezicht behalve dagcreme en mijn wenkbrauwen heb ik al gedaan. Die gaan we gewoon vandaag negeren. Die bestaan gewoon vandaag niet. Want dit wordt een 5 minuten look. En als ik mijn wenkbrauwen erbij zou doen, dan werd het een 10 minuten look. Want ik doe al 5 minuten over alleen maar mijn wenkbrauwen. Dus daarom heb ik die al gedaan. Dus dat gaan we gewoon eventjes negeren. Doe jouw wenkbrauwen gewoon zoals jij ze wil doen. Wat jij gewoon de fijnste en de makkelijkste manier vindt. Ik heb mijn wenkbrauwen altijd zo. Of ik nou een naturel look maak of een heftige look. Ik heb mijn wenkbrauwen gewoon altijd precies zo. Ik heb geen verschillende versie van wenkbrauwen of zo. Want ja, ik heb gewoon helaas niet echt de mooiste wenkbrauwen. Voordat ik ga beginnen met de tutorial wil ik jullie echt op het hart drukken. Als het zo warm weer is, gebruik SPF op je gezicht. Gebruik het sowieso over je hele lichaam als je echt gaat zonnen of zo. Maar gewoon op een dagelijkse basis. Gebruik SPF op je gezicht. Want je gezicht gaat echt verbranden. En je gaat echt sneller rimpels krijgen en zo. Dus gebruik altijd een SPF na jouw dagcreme. En ga er niet van uit dat het kleine beetje SPF wat in foundations en zo zit gaat werken. Want dat is echt minimaal. Dat is zo minimaal. Dat heeft bijna geen effect. Dus gebruik altijd een SPF na je dagcreme. Dat doe ik ook. Ik doe het zelfs in de winter. Gewoon het hele jaar door gebruik ik het. Maar vooral met deze zonnige dagen is het echt heel belangrijk. Want niemand wil rimpels. Oké, het eerste wat ik ga doen met mijn gezicht is mijn gezicht primen. En daarvoor gebruik ik mijn By Kelsha Gold Elixir. Deze gebruik ik echt bijna altijd als ik ga voor een hele naturel look. Waarvan ik weet dat je mijn huid best wel goed gaat zien. Want dit product geeft echt een prachtige subtiele glow aan je gezicht. Het is niet te heftig, maar het is zeker wel aanwezig. En het laat je huid er gewoon echt heel mooi stralend uitzien. Kijk even die glow die het al gewoon gelijk geeft. Dus het is heel subtiel, maar je ziet het wel echt. En daarom gebruik ik altijd deze als ik al weet van, hè, mensen gaan mijn huid zien. Ik heb ook een 30% kortingscode voor hun website, mocht je dit product willen. Het staat beneden in de beschrijving. Ik breng geen foundation aan, gewoon helemaal niet. Ik breng alleen maar concealer aan en ik gebruik deze Zoeva concealer. Ik vind die echt heel fijn. Ik gebruik de kleur 100 Destiny. Die is iets lichter dan mijn huidskleur, maar heeft wel zo'n prachtige gele ondertoon, zoals je kunt zien. Gebruik een beetje een concealer die een beetje matcht met jouw huidskleur. Vooral omdat er dus nou niks onder zit, is dat wel belangrijk. En deze ga ik gewoon overal aanbrengen waar ik normaal ook concealer aanbreng. Ik breng ook gewoon best wel veel aan. Je hoeft niet per se zoveel aan te brengen. Je kunt ook gewoon wat minder aanbrengen. Zo, en dit gaat mijn huid gewoon mooi egaal maken. De spons die ik gebruik is van Eco Tools. Zijn jullie ook allemaal aan het genieten van het warme weer? Ik ben echt heel benieuwd. Zijn er mensen die het niet fijn vinden als het zo warm is? Ik vind het echt geweldig. Ik hou niet van al te heet, want dan ga ik helemaal zweten en alles. Maar ik hou wel gewoon een beetje van ongeveer tussen de 22 en de 28 graden vind ik altijd wel gewoon perfect. Een beetje strandweer en zo. Maar ik ben heel benieuwd. Zijn er mensen die echt gewoon houden van het winterweer in plaats van het zomerweer? Ik denk dat die mensen echt heel schaars zijn. Maar ik ben toch wel benieuwd of die er hierbij zitten. Dan breng ik een klein beetje cream blush aan. Ik gebruik deze van Pixi, de On The Glow Blush Stick. En dit is in de kleur Juicy. Is een hele mooie oranje kleur. Een cream blush is echt veel meer naturel dan een poederblush. Dus daarom gebruik ik bij dit soort looks altijd een cream blush. En je bent heel snel klaar. Je hebt het echt zo aangebracht. Breng gewoon zo een klein beetje aan zoals ik nou hier doe. En je bent al gewoon klaar. En dan heb je toch een klein beetje kleur in je gezicht. Anders wordt je gezicht helemaal zo plat één kleur. En dan lijk je een beetje dood. Dus breng altijd een klein beetje blush aan. Of bronzer of whatever. En het is echt zo gedaan. Kijk, dit is het eigenlijk gewoon. Een beetje op mijn neus.
En dan ben ik al gewoon klaar. Oké, dan poeder. Ik gebruik deze Cody Airspan poeder. Dit is echt een poeder met een volledige dekking. En is echt super, super mat. Deze vind ik heel fijn om te gebruiken in de zomer. Omdat hij dus zo extreem mat is. En er echt voor gaat zorgen dat mijn make-up er niet af gaat smelten na een aantal uur. Dus dit is het meest matte product die ik vandaag gebruik. En dan ga ik hiermee gewoon lekker baken. Vooral denk ik voor de mensen met een vettige huid gaat deze poeder echt super fijn zijn. Hij houdt je gezicht zo mat. Echt niet normaal. Ik breng de poeder alleen maar aan op de plek waar ik concealer heb gedaan ongeveer. Maar als je een vettige huid hebt, breng de poeder lekker overal aan. Lekker over je hele gezicht. En haal het er dan gewoon af met een grote poederkwast. En dan is je gezicht lekker mat. Ja, kijk even hoe mat hij mijn gezicht heeft gemaakt. I love it. En dan ga ik een beetje hydratatie terugbrengen in mijn gezicht met MAC Fix Plus. Dan eventjes snel de ogen. Met de ogen doe ik basically echt gewoon helemaal niks. Gewoon alleen maar een beetje mascara op de bovenste wimpers. Niet eens op de onderste, echt alleen maar op de bovenste. En ik gebruik daarvoor vandaag mijn Clarins 4D mascara. Een van mijn fave mascara's. Dan ook een klein beetje bronzer om mijn gezicht een beetje wat kleur te geven. Ik gebruik vandaag de W7 Very Vegan Bronzer. Dit is echt een hele mooie matte bronzer. En dan ga ik gewoon eventjes heel snel mijn gezicht hiermee bronzen. Doordat ik nou ook met een poederbronzer over de cream blush heen ga, heb ik altijd het gevoel dat de blush er meer uitspringt ofzo. Ik weet niet hoe dat komt. Misschien omdat het nou zo twee kleuren op elkaar zitten. Maar ik heb altijd het gevoel dat het dan een beetje extra eruit springt ofzo. Mocht je iets te veel bronzer hebben aangebracht op je blush, waardoor je blush helemaal verdwijnt, pak dan gewoon de kwast die je net gebruikte voor je blush. Pak niet meer blush ofzo. Gebruik gewoon wat er nog op de kwast zit en ga dan gewoon zo'n heel klein beetje eroverheen. Gewoon heel snel en makkelijk. En dan breng ik zo een beetje de blushkleur een beetje terug. En dan de lippen. Hou de lippen gewoon heel makkelijk en snel met een lipglossje ofzo. Ik ga voor de Too Faced Lip Injection Lip Gloss. Deze maakt je lippen ook wat voller. Dus is echt heel erg mooi. En dit is de versie van hun Teddy Bear collectie. Dus vandaar dat je hier allemaal zo van die beertjes hebt en zo. Super super cute. En dan als laatste ga ik in met een Glowy Setting Spray. Dit is de Halo Ready Set Glow Setting Spray van W7. Die gaat een hele mooie glitterige glow aan mijn gezicht geven. En dan ben ik klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn 5 minuten zomerlook. Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik vind de look echt super mooi. Doordat ik ook heel veel glowy en matte producten combineer, krijg je in een hele mooie soort van glowy dewy look. Maar het is toch wel mat en blijft toch wel gewoon goed zitten de hele dag. Dus ik hoop dat jullie hier iets aan hebben gehad. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie 5 minuten look. Laat me weten beneden in de reacties wat jullie allemaal opdoen als je slechts 5 minuten hebt. En ik hoop dat jullie van deze zonnige dagen genieten. Geniet ervan jongens, want we hebben er niet veel. Dus als ze er zijn, pak ze vast en geniet ervan. Nou, vond je deze video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!